Heel wat vacatures worden maar moeizaam ingevuld. De juiste persoon voor de juiste job vinden blijft een uitdaging voor heel wat werkgevers. Hoogopgeleide verwachten veel en laagopgeleide weten wat ze waard zijn. Een sterke bedrijfsidentiteit helpt niet alleen om kwalitatief talent aan te trekken, het motiveert ook om te blijven. Wat kan een bedrijf doen om betere werkkrachten efficiënter en duurzamer aan te trekken? Hoe ging het vroeger? Een advertentie plaatsen in de krant en hopen dat er een aantal geschikte sollicitanten tussen zaten. Nu kan u veel gerichter recruteren via online marketing en social media. En dat is employer branding. Jezelf als werkgever een positief imago geven, zodanig dat je aandacht krijgt van de topmensen uit de sector. Alles begint natuurlijk met een goed tewerkstellingsbeleid. Maar je kan het altijd wel wat in de goede richting sturen, omdat je weet dat mensen zullen kijken naar het bedrijf achter de vacature. Als jouw doelpubliek dan ook nog eens slim gaat gaan targeten op basis van regio, leeftijd, opleiding, interesses, noem maar op, dan kan je er ook van uitgaan dat ze geïnteresseerd zullen zijn in wat jij te vertellen hebt. Mobix is eigenlijk een verzamelnaam van 4 verschillende bedrijven, actief in rail en utilities. DMNS heeft ons geholpen op enerzijds de opbouw van onze jobwebsite, zodat alle kandidaten een goede basis hadden om naartoe te surfen. Anderzijds hebben zij een campagnekalender voor ons opgesteld, waar we 2 keer per maand actief op social media posten, voornamelijk gericht op de moeilijk in te vullen vacatures. De campagne die DMNS voor ons heeft uitgestippeld was zeker succesvol. We zien een stijging in het aantal binnenkomende cv's, zeker een verdubbeling ten opzichte van het jaar voordien. Ook als we kijken naar de kwaliteit van de binnengekomen cv's, zien we toch wel een betere match met onze Mobix-waarden. Binnen Callant zoeken we vooral de technisch geschoolde mensen, maar allemaal hoogopgeleide mensen. Het belang van employer branding is voor mij persoonlijk de link naar early involvement. Wij trachten met Callant mensen zo snel mogelijk te betrekken in het verhaal van Callant. Onze medewerkers als ambassadeur brengen een verhaal. Daar hebben wij het begrip Callier gelanceerd. Een stukje onze identiteitskaart van mensen die hier eigenlijk binnen Callant actief zijn. Wij zijn eigenlijk op zoek achter alle profielen maar mogelijk. Wij zijn op zoek naar engineers, lassers, montage, elektriciëns. DMNS is begonnen met een brainstorming over ons bedrijf. En dan is van een gewone employer branding uitgebreid naar een werkenbijmol.com website die vandaag de dag heel wat reacties krijgt. Wij hebben onze eigen voertuigen eigenlijk geïntegreerd naar een campagnebeeld die volledig in 3D werd gemaakt. Een robot, een transformer die eigenlijk alles toont wat wij maken en kunnen maken. Versterk uw bedrijf via employer branding met DMNS.